Hey, Hugo Bakker hier. Ik ben het vlog voor deze week aan het editen. Het gaat over het benefietseminar. Gisteren waren we aan het voorbereiden, we waren in de zaal. En moet je eens kijken wat er gebeurt als Mariska van Gennep, de dagvoorzitter, als die het podium opstapt. Dat wordt een vlogje vandaag, hè? Dat is duidelijk. Zullen we even in de zaal gaan kijken, Pak? Yes! Goed plan! Oké, wij zijn bij de Basiliek en dit is waar het gaat gebeuren op 1 september. Het Business Boost Benefiet Seminar. Yay! En ik neem je toch eventjes mee naar de zaal. Kijk eens hoe cool het eruit ziet. Cindy is onder de indruk van de zaal. Oh, ja. Mariska die kan niet wachten. Mariska die kan niet wachten. Die wil vast op het podium staan. Helemaal yes man. Oh, dit is te gek. Oh, wauw. Woe! Daar komen ze hoor. Knikkende knieën, zegt Jan. Dit is het. Nou, dat weet ik nog niet. En nu heb ik gewoon zoiets van, ik heb hier zin in. Ik weet niet waarom, ik ben zelfs niet bang. Het is toch ongelooflijk dat zo kan veranderen. En gewoon hier, ja, die zaal en die mensen inspireren. En ik voel dat dit gewoon mijn bestemming of zo is. Echt heel, ik weet nog dat we heel veel gesprekjes gehad hebben voordat je het podium opging. Ja, dat is waar. Jan, die zit nog even te verwerken, denk ik. Mm-hmm. Op zich in te laten werken. Absoluut. Zie je jezelf nog niet staan? Jawel. Jawel, ik zie me wel. Het is alleen, het is redelijk overweldigend. Kijk al die stoelen. Ja. Nou, ik verwacht niet per se dat mensen gaan doneren. Wij willen gewoon geven. En natuurlijk hopen we dat mensen iets gaan kopen van boeken of iets anders. Sleutelhangers. Misschien wel een training. Maar ik verwacht niet dat mensen zoiets hebben van, nou joh, ik ga je wel eventjes sponsoren. Ah, dus wij willen gewoon een dag waarde leveren. Zo zie ik het in ieder geval. We willen naar het recht volgens mij. Omdat ik wel inderdaad van mening ben dat we dus heel veel waarde gaan bieden op het seminar. En dat mensen dan op basis van hun gevoel, van de waarde die ze krijgen, dat ze dan effectief zelf kunnen bepalen en aanvoelen van wat is dit mij waard. En is dat 20 euro, dan is dat 20 euro, is dat 50 euro, is dat 50 euro. Dus dat bedrag, de grootte van het bedrag is niet van belang. En even voor het heldere beeld, de zaal wordt door ons geregeld en die hoeft men niet mee te sponsoren. Nee, want dan krijgen we ook weer vragen van sponsoren we ook jouw vliegticket, weet je wel. En nee, ja, dat betalen we ook gewoon allemaal zelf. Ja. En betaal ik dan jouw vakantietripje, heb ik vorig jaar ook gehoord. Ja. Ja, nee, het is ten eerste geen vakantie en ten tweede, ja, dat betaal ik dus zelf. Ja. Dus dat kunnen we denk ik ook wel nog op de site erbij zetten, dat de reizen zo allemaal door onszelf betaald worden, dus daar niet gesponsord wordt. Ja, en dus dat de kosten van de zaal, dat we dat onder ons allemaal gaan verdelen dan. Ja. En wat dat we eventueel kunnen doen is inderdaad van, kijk, als we toch een sponsor vinden, die zegt van ik sponsor de zaal, dat kan natuurlijk nog altijd, hè. Dat zou wel fijn zijn. Dus en anders dan delen we het gewoon. Links aan, nou. Yes. Jan Everts, goedemiddag. Mariska van Gennep, hi. Cindy. Cindy. We zijn ondertussen even aan het kijken wat voor rugzak Hugo heeft. Jan maakt een foto. Ja. En ik mag hem vloggen. Het is best leuk als cameravrouw, je komt niet in beeld. Jan was een beetje moe van het wandelen, dus we doen even een pauze inlassen. Op die berg noemen ze het Pole Pole. Rustig, rustig, rustig. En wat daar voor aan? Ja, hij zegt dat het is. Oh, ja. Wat doe je? Boomknuffelen. Leek me kom, leuk. Kom boomknuffelen. Kom op jongens, allemaal de bomen over een tak gevallen. Voor jullie is dit nog wennen, hè? Oh. Jan, ik dacht dat jij zo technisch was, maar het blijkt dus dat je ook kan boomknuffelen. Ja, blijkbaar. Ik ga ook dingen eruit knippen hoor, Jan.
zo. We zijn hier aan het wandelen, aan het oefenen voor de Kilimanjaro. Het gaat flink omhoog hier trouwens. Hè. Het is pittig. Ja, in dat tempo gaat Jan het natuurlijk nooit volhouden. Polle, polle. Hou je vast, we hebben net een sponsorbedrag van 2.500 euro binnengekregen. Yeah! Ik ben een vlog aan het maken, maar jij hebt je nog niet voorgesteld. En wie hebben we hier? Nou, mijn naam is Petra de Huizen en ik ga enthousiast de Kilimanjaro beklimmen. Hoe vind je dat? Wie komt ons helpen met de organisatie? Ja, dat ben ik. Iedereen kent jou, hè, behalve degene die jou niet kennen. Ja, dat is vaak zo. Ja. Het is Ingrid van Beek. Cindy, heb je nou kroketten gegeten? Nee, ik ben juist het laatste van de slaande op dit uur. Oh. En verse soep. Aha. Ik zie absoluut geen kroketten. Nee, die zit in je buik. Even een bakkie drinken, maar... dit is niet de barman, dit is gewoon de man achter de techniek. Precies. We gaan nu officieel vergaderen om de boel voor te bereiden. Ja, hey, kijk hè, ouderwets. Ingrid, zie je het wel zitten, joh, deze zaal, dit allemaal te organiseren? Ja, absoluut. Het is kikkerbok, zo'n zaal. Veel stoelen, man. Als dit straks vol zit, dan is dat echt super. Wat zei je? Ik zeg, als dit straks vol zit, dan is het echt super. Ik zei dat allemaal vragen voor zover nu het bekend is beantwoord zijn. Dus alles is geregeld? Ja, zeker. Cool. Hoi, mijn naam is Hugo Bakker. Als je op het seminar komt, van mij ga je leren hoe je online succesvol kunt zijn. En heel concreet, ik ga je leren hoe je met de FC-MA-methode meer dan 100 e-mailadressen, nieuwe leads, kunt verzamelen per dag. Dat zal je leven compleet veranderen. Wat gaan de mensen tijdens het seminar van jou leren? Wat ze van mij gaan leren is... dat ze echt gaan voelen. Ik wil ze laten voelen dat verkopen, dat iets is dat natuurlijk is. Dat iets is wat ook vanuit het hart kan. Dat niet iets moet zijn dat vervelend is, pusherig of wat dat stress oplevert. En dat is eigenlijk mijn grootste wens. Dat ze dat gaan voelen, dat ik ze tips kan geven en dat ik ze opdrachten kan geven zodanig op het einde van het seminar dat ze zoiets hebben van yes, ik wil maar één ding en dat is gewoon gaan verkopen. En dat is echt wat dat ik met heel mijn hart ook wil. Nou, op het seminar ga ik alles vertellen over mijn nieuwe winmethode, hoe je dus een succesvolle business game ontwikkelt voor jouw bedrijf. Mijn specialisatie is eigenlijk een serious game ontwikkelen, dus ik werk met gamification. Dan zou je zeggen, wat is dat dan? Nou, het is eigenlijk hoe je dus een spel kan inzetten om je klanten iets te leren. Meer inzicht, meer kennis en meer vaardigheden op te doen. Oh nee, jij was de lachcoach. Ik ben een lachcoach, ja zeker. Maar ik wil mensen graag ook meegeven hoe ze ontspannen in hun leven kunnen blijven staan... eigenlijk in wat voor hectische situatie ook. En ik wil je graag op het seminar mijn verhaal vertellen. Hoe ik ben blijven staan in eigenlijk wel een hele spannende situatie thuis. Dus ik zou zeggen, kom.